Twee kandidaten staan klaar. Ik ga ze meteen even aan u voorstellen. Vanavond een lachenbek uit Hem. Met vijf vriendinnen waarmee maandelijks een uiterst gezellig wijvenavondje wordt belegd. Waarbij de lachers onder het genot van een drankje en een film over tafel vliegen. Of Cat the Picture na drie afleveringen met haar een happy end krijgt. Of zich vervolgt als een zenuwslopende thriller. Dat zullen we nu gaan zien. Want hier is Dorien Kalingaert. Hi Dorien. Hi. Gezellig dat je er weer bent. Ja. Zo'n wijvenavondje van jullie, hoe ziet dat er ongeveer uit? Nou, het is eigenlijk begonnen dat we elkaar filmpjes cadeau gingen geven met verjaardagen. Omdat we op een gegeven moment weet je niet meer wat je elkaar moet geven. En was het van nou, dan gaan we eigenlijk ook eerst gewoon lekker uit eten. En dan een borreltje en dan een filmpje en dan weer een borreltje. Dus zo is het een beetje ontstaan. En we hebben zoiets van wachten niet meer op verjaardagen. We gaan gewoon lekker één keer in de maand, één keer in de twee maanden. En maakt een wijvenavond. Een wijvenavond. Maakt het dan nog uit wat voor film? Nou, wel een beetje. We zijn wel allemaal weg van of goede comedy of een goede spannende thriller. Ah, oké. Okay. En ik geloof dat jij altijd de Bob bent, hè? Ja, ik ben ontzettend de Bob. Maar ik drink helemaal niet, dus dan vind ik het ook niet erg. Want, nee. En dan kan de rest lekker wel een borreltje nemen. En allemaal veilig weer thuiskomen. Precies. Ook heel belangrijk. Dankjewel. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Je tegenstander. Ze is medewerkster van een thuiszorgwinkel, maakt zelf aanzichtkaarten, laat regelmatig haar zangstem horen en houdt van zwemmen. Voordat ze samen met haar man van een nieuwe vakantie op de Veluwe gaat genieten, is het nog even bij ons om Get the Picture te spelen. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Rini Groot. Hoi Rini. Hallo Paula. Welkom natuurlijk. Dankjewel. Maar waar vieren jullie precies vakantie dan op de Veluwe? In Nunspeet. Oh, oké. Op de Veluwe. Een hele mooie plek. En is dat een geliefde plek, dat je daar iedere keer weer naartoe gaat? Ja, we gaan er al 21 jaar naartoe. Oh. En we hebben 21 jaar een caravan gehad, een oudere. En vorig jaar heeft mijn man we mogen het zo noemen, een chalet gebouwd. Oh. En dus dat ziet er piekfijn uit en we genieten er volop. Dat is voor de komende 21 jaar? Dat hopen we. Toch? Bij gezondheid willen we daar graag regelmatig naartoe gaan. En hoe vaak is dat per jaar? Ik bedoel, als je je eigen plekje hebt, hoe vaak ga je er dan? We proberen regelmatig weekenden heen te gaan. En eens in de drie weken. Mm. En voor de rest verhuren we een paar weken. Want andere mensen willen er ook graag van genieten. Die willen ook lekker uitrust in Nunspeet. Ja, heerlijk. En we ontmoeten daar vrienden en... maken we leuke fietstochten en maken we gezellige dagjes van. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je na 21 jaar ook al heel veel mensen kent, natuurlijk, die daar... Nou, nee, we zijn een beetje op een privéterrein. Dus er zijn mensen die zitten er ook al 21 jaar, hebben we nog nooit gezien. Dus we houden het een beetje voor onszelf. Oh, oké. Okay. Ja. Dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Dames en heren, mag ik een applaus voor Rini en voor Dorien? Van de twee dames mag beginnen, maar wie het wordt, dat bepaalt de computer. Rini, jij mag beginnen. Dankjewel. Een bonusvraag. Na Frankrijk importeert Nederland de meeste rode wijn uit dit land. Portugal. Nee, Zuid-Afrika. Oh. Dorien. Een L. Zo mag je sinds 1973 in Nederland een woonkamer noemen. Living. Ja, is goed. Een B. Hij volgde in 1990 Joris Voorhoeven op als fractieleider van de VVD. Welk jaar? 1990. Robin Linschoten? Nee, Bolkestein. Frits Bolkestein. Oh ja. Rini. Oh. De I, sorry. Weefsel in levend weefsel inbrengen. Hoe? Insemineren. Nee, implanten. Dorien. Een bonusvraag. Op Taiwan mogen wegwerptassen van dit materiaal binnenkort niet meer gebruikt worden. Van plastic? Ja, dat is goed. Volgens mij is het een open kiwi. Ja, ja. Dan neem ik jou 20 euro op. Deze open kiwi.
Je staat meteen op 26 en we gaan naar de tweede foto en naar Rini. Een B. Deze pop is verboden in Iran omdat ze de Iraanse meisjes het Amerikaanse schoonheidsideaal op zou dringen. Barbie. Ja. Een O. De officiële uitnodiging om te komen stemmen voor de verkiezingen. Een oproepkaart. Ja. Met een T. Een programmablad van de AVRO. Televisier. Ja. Een M. De Franse valwind die voor temperatuursdaling zorgt. Mistral. Ja. En ik wil het graag. Oké. Okay. Is het zo'n verfbakje? Ja. Zo'n verfroller. Ja, ja, ja. Uit, ook 20 euro voor jou, Rini. 28 tegen 26. We gaan naar de derde foto. En naar Dorien. Een M. Zo heet de hulp aan mensen in bejaardentehuizen, verpleeginrichtingen en dergelijke, gegeven door vrienden, familie of vrijwilligers, op terreinen waarop personeel van het tehuis of de inrichting niet in de gelegenheid is om deze hulp te verstrekken. Met een M. Mensenwerk? Nee, mantelzorg is die overkoepelende naam. Ja. Rini. Een F. Deze populaire Australische dokterserie speelde zich grotendeels af in het plaatsje Cooper's Crossing. Flying Doctors. Ja. Een L. Het hoogste punt van Nederland bevindt zich op het topje van de zendmast van deze plaats. Doei. Loop ik. Ja, dat is goed. Je mag verder gaan. Een I. Een langzame inspuiting van een vloeistof in de bloedbaan. Injecteren? Nee, infuus. Ja. Ja. Rini. Een B. Deze creatie van Ian Fleming is waarschijnlijk geïnspireerd op zijn oudere broer die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Britse geheime dienst werkte. Nee, Dorien? James Bond. Ja, Bond. Bond. Je mag verder gaan weer. Met een O. Hij is de koning van de elfen. Oberon. Ja. Een B. De laatste auto in een wielerkaravaan. Nee. Bezemlaag. Ja, de bezemlaag is goed. Een S, Rini. Hij brengt het pleisterwerk aan. Stucador. Ja. Een bonusvraag. Catalaans, Baskisch en Nederlands zijn minderheidstalen in dit land. Sorry? Spanje. Nee, in Frankrijk, want in het zuiden van Frankrijk spreken ze ook Catalaans en Baskisch. En ook Nederlands. Maar je mag wel verder gaan. Oké. Een R. Zo noemen de Engelsen een scheidsrechter. Een referee. Ja. Gokje wagen. Volgens mij is het een gevreesde wielklim. Ja. Goed, Dorien. Vierde foto alweer en naar Rini. Een F. Hieruit las meneer de L voor. Uit de Fabeltjeskrant. Ja, dat is goed. Een W. Gods Gym is het nieuwste boek van deze Nederlandse schrijver die onder andere Zionoko en de ruimte van Sokolov schreef. Een idee. Nee? Okay. Leon de Winter. Dorien. Een B.
Deze Engelse voetballer liet tijdens het afgelopen WK zijn kapper uit Engeland overkomen. Nou, dat moet Beckham zijn. Ja. Een P. Dit erotische jaren 80 Veronica programma werd bedacht en gemaakt door Jeff Rademakers. Is het Playboy Late Night? Nee, de Pin-Up Club. Oh, ja. Cheer you up, cheer you up in de Pin-Up Club. Rini, ja, ik ken het ook. Een H. Dit krijg je met je huis als onderpand. Hypotheek. Ja. De L. Gedetineerden die over de gevangenis binnenplaats lopen en mensen die hun ramen tegen elkaar openzetten, doen het. Luchten. Ja. Een C. Eurovisie Songfestival. Turkije heeft dit land nog nooit punten gegeven. Cyprus. Ja, dat is goed. Ze hebben ook nog nooit punten van Cyprus gekregen. Nou. Een A. De verzamelnaam voor brillen, sieraden, tassen, sjaaltjes en dergelijke die een outfit compleet maken. Accessoires. Ja. De O. Zo heette het Avro Televisie kunstprogramma, gepresenteerd door Harmke Pijpers. Opium TV. Ja. Dorie. Een A voor jou. Deze verzekering dekt bijna alle schade. All risk? Ja. Is goed. Is het een kiel van een schip? Ja. Dat is goed, Dorie. Weer 20 euro erbij. 74 tegen 42. En we gaan naar de vijfde foto. En naar Rini. Ja. Een bonusvraag. De algemene term voor de voorzijde van een grammofoonplaat. De voorzijde van een grammofoonplaat. De A-kant. Ja. Een P. De bijnaam voor een 1 als resultaat van een proefwerk. Een paal heet dat. Nee, ik heb nog nooit van gehoord. Nooit geen paal gehad. Heel goed. Nee. Nog de T. Dit schip zou onzinkbaar zijn, maar ging de eerste reis al naar de kelder. Titanic. De Titanic. Een gokje wagen. Oké. Is het een azalea? Nee, dat is het niet. Rini. Een W. Het wereldberoemde toneelstuk van Edward Albee over het huwelijk van George en Martha. The Wedding. Nee. Dat is Who's Afraid of Virginia Woolf. Het versnellingsgeluid, laatste foto. Specifiek wil ik horen wat erop staat. Hè? Dorien. Rhododendron. Ja, ja, dat is... En de stand voor ronde 1 is nu 46 euro voor Rini tegen 96 euro voor Dorien. En met deze stand beginnen we aan ronde 2. En Rini, eerste vraag wordt voor jou. Ja. Een F. Een vervolgverhaal noem je ook. Feuilleton. Ja. De F. Deze post stuur je naar je idool. Fanmail. Ja. Een G. Onopgemerkt. Geheim. Nee, geruisloos. Dorie. Een D. Zoveel is de eerste klap waard. Een daalder. Ja. Een C. Ander woord voor intrige. Complot. Ja. Letter E. Geoefend. Puntje van mijn tong. Ben jij het wat? Ervaren. Ja. Ja. Rini, ben jij aan de beurt?
De O. De jungle noem je ook. Het oerwoud. Ja. Een I. In advertenties staat de afkorting IZGST hiervoor. In zo goed mogelijke staat. Nee, bijna in zeer goede staat. Dorien. Een K. Een rijzweep noem je ook. Nee, weet ik niet. Een karwats. Rini. De P. Doordringend. Penetrant. Ja. Freddie Mercury. Ja, dat is goed. Freddie levert jou €40 op. 102 tegen 104. Dus jullie zitten meteen alweer bij elkaar in de buurt. We gaan naar de tweede foto en naar Dorien. De D. Een zwartkijker. Een domdenker. Ja, goed. Met een K. Ander woord voor toeschouwer. Kijker. Ja. De Z. In het Engels heten ze gypsies. Zigeuners. Goed. Een P. Een kamerlid noem je ook. Parlementslid. Ja. De V. Een doordenkertje. Brand is zijn lievelingskostje. Een vuurvreter. Ja. Met een K, schoonschrift. Kalligrafie. Ja. Kwam van heel diep. Van het puntje van je tong af. Een S, de overtreffende trap van cum laude. Summa cum laude. Goed. Klein gokje wagen. Michael J. Fox. Ja. €40, Marien. 172 tegen 102. We gaan naar foto 3 en naar Rini. Een bonusvraag. Cryptisch. Met zo'n boot ga je voor de lol in de achtervolging. Nee, Dorien? Plezierjacht. Ja. Een K, een doordenkertje. Dit getand toiletgereedschap vind je in de bergen. Een kam. Ja. De P, een ander woord voor aartsvader. Nee. Patriarch. Ja. Rini. Een M. Geelkoper. Messing. Ja. Een T. Een ander woord voor een bericht. Een tijding. Dorien. De D. Cryptisch. Jacht maken op de bliksem is een heel geklier. Erin. Donderjager. Ja. Rini. De I. Onverdraagzaam. Intolerant. Ja. Een N. Ander woord voor crisis. Ja. Noodsituatie. Ja. Ja. Een V, Dorien. Rationeel. Ja. Verstandelijk. Ja. Rini. Een H. Harkerig. Hakkerig.
Nee, houterig. Denk aan een harkerig persoon. Ja. Het versnellingsgeluid. Laatste foto. Succes. Het gaat om een actrice en ook zangeres. Veel jazz zingt ze. Denk aan Toen Was Geluk. Joke Bruis. Joke Bruis. Ja. Laatste €40 van deze ronde zijn jouw kant op gegaan. Stand van ronde 2 is geworden €110 voor Rini tegen €216 voor Dorien. Rini, ik wil jou bedanken dat je er was. Graag gedaan. Ja, ik vond het gezellig. Ik vond het ook heel leuk. Gelukkig. €110 voor jou. En natuurlijk de CD-ROM van Get the Picture. Ja, dankjewel. En een applaus. Dames en heren, Rini Groot. En Dorien neem ik mee naar de finale plek. €116. Ga nog even bijtellen. 1746. Ja, het wordt steeds spannender. Ja, absoluut. Druk maar op de knop, ben je er sneller vanaf. En de U. Succes. Dank je wel. Een volmaakt gelukkig droomland. Utopia. Ja. School voor wetenschappelijk onderwijs. Universiteit. Ja. Wanneer gynaecoloog is voor vrouwen, is deze medicus voor mannen. Uroloog. Is goed. Deze Britse reggae-band scoorde in 1990 een hit met het nummer Kingston Town. UB40. Is goed. Het grasland tussen een rivier en de Winterdijk. Uiterwaarden. Is goed. De sportoverwinning op het terrein van de tegenstander. Hoe noem je dat? Pas. Een fysieke verschijning van iemand. Pas. De sport, het zijn de enige twee nog. De sportoverwinning op het terrein van de tegenstander. Of de fysieke verschijning van iemand. Kijk goed naar de vorm. Zijn het taarten? Nee. Ach, tonnen. Oh. Ach, zo dichtbij. Ik denk, nu gaat het goed. Bij. Ja, dat dacht ik ook. Nee, wat zonde. Ik dacht van die taartbodems met taarten erin. Nee. Morgen weer? Jawel hoor. Ik heb een abonnement. Ik heb nog twee antwoorden voor je. De sportoverwinning op het terrein van de tegenstander heet een uitzegen. Ja. En de fysieke verschijning van iemand is een uiterlijk. Ja. Ja. Ja, toen kreeg ik een kleine blackout. Ja, ik had ze helemaal daarop gefixeerd. Tonnen. Tot morgen. Oké. Okay. Dames en heren, een applaus voor Dorien Kalingaert. Ziet u Dorien weer? Ik ben er ook en een andere kandidaat is er ook. Tot morgen. Dag.